Hallo lieve boogschutter, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 10, 4 maart tot en met 10 maart. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve boogschutter, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Hoofdthema voor de boogschutter. Oké. Geef steun. En ik heb eerder het gevoel ook steun aan jezelf. Het voelt een beetje alsof je jezelf de laatste tijd wat meer voorbij bent gaan lopen. Waardoor je dus eigenlijk soms overzicht voor jezelf bent kwijtgeraakt. Maar soms ook een gevoel hebbende met, ja, maar hoe voel ik me dan echt? Het voelt een beetje alsof je soms een knop hebt die je makkelijk kan omzetten. Waardoor je dus weer, ja, stapjes verder kan gaan. Alleen daardoor soms ook een beetje het overzicht kwijtraakt. Dus blijf goed communiceren met jezelf. We gaan eens even verder kijken, lieve boogschutter, naar wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de boogschutter deze week verwachten? Oké. Dan zie ik dat het belangrijk is om echt je hart te gaan volgen. Om uit je schulp te kruipen. Om te laten zien wie je echt bent. Om te laten zien waar je voor staat. Keuzes durven maken. Van je te laten horen. Want dat zorgt voor verlichting. Waardoor je dan ook weer in de positieve vibes terechtkomt. En die heb je nodig. Want je bent aan het transformeren. Er komt veel op je af. Veel dingen die even naar boven komen. En die je dan weer los mag laten. Maar het is tijd om echt je vleugels te gaan uitslaan. Dus let goed op wat voor wensen je doet. Want alles wat je woorden geeft, komt ook weer in hun kracht. We gaan eens even verder kijken naar een mooie boodschap voor jou. Weet dat je niet alleen bent. Ook al kan het zijn dat je alleen voelt of eenzaam voelt. Er zijn altijd mensen om je heen die van je houden. En juist wanneer je alleen bent, kan je tot je ware zelf komen. Lieve boogschutter, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij jezelf ontwikkelen? Dat kan. 30 maart is er een Soul Body Fusion Workshop. Daar zijn nog plekjes voor, dus geef je snel op. En er zijn ook nog een aantal plekjes voor april voor de workshop Mediumschap. Wil je daarbij zijn, geef je ook even op. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.